Welkom bij Rotterdam Onderweg, het bereikbaarheidsjournaal van Rotterdam en omgeving. In deze aflevering kijken we naar... De Schiedamse weg in Delfshaven is gedeeltelijk afgesloten in één richting. De Maasboulevard naar de A16 is twee weekenden dicht. En asfaltwerkzaamheden op de Vaanweg richting de A15. Op de Schiedamse weg in Delfshaven vinden rioolwerkzaamheden plaats. Tot en met vrijdag 7 april is de Schiedamse weg daarom dicht richting het centrum. Vanaf de Spanjaardstraat tot de Aalbrechtskolk. Met de auto rij je om via de Spanjaardstraat, Westzeedijk en Pieter de Hoogweg. Fietsers rijden in beide richtingen om via de Spanjaardstraat en de Eerste Schansstraat. Ga naar rotterdamonderweg.nl/Schiedamseweg voor meer informatie. De Maasboulevard wordt opnieuw geasfalteerd. Daarom is de Maasboulevard richting de A16 twee weekenden dicht voor het autoverkeer. De afsluitingen zijn van zaterdag 11 maart middernacht tot maandag 13 maart 5 uur 's ochtends. En van zaterdag 25 maart middernacht tot maandag 27 maart 5 uur 's ochtends. Met de auto rij je om via de André van der Lauwbrug, het Oostplein en de Oostzeedijk. Meer informatie vind je op rotterdamonderweg.nl/Maasboulevard. In Rotterdam-Sjaarloos vinden op de Vaanweg asfaltwerkzaamheden plaats. Van zaterdag 18 maart 9 uur 's avonds tot maandag 20 maart 5 uur 's ochtends is de Vaanweg dicht richting de A15, vanaf de kruising met de Victor Hugoweg. Vanaf de Vaanweg kun je tijdens de afsluiting niet de A15 op. Je rijdt om via de Spinozaweg en IJsselmondse Randweg of via Oldegaarde en de Groene Kruisweg. Op rotterdamonderweg.nl/Vaanweg vind je meer informatie. Wil je weten hoe je er komt? Volg ons via Facebook en Twitter en kijk op onze website rotterdamonderweg.nl.